exponentiële groei kunnen we natuurlijk ook vastleggen in een formule. En dat is nog niet eens zo moeilijk als dat je misschien zou denken. Eerst even een kleine opfrisser over machten, want die heb je nodig. Als je 3 keer 3 keer 3 keer 3 hebt, kan je natuurlijk makkelijker schrijven als 3 tot de macht 4. Je zou dat ook kunnen zien als je hebt 4 drieën die je keer elkaar doet. 3 tot de macht 4 is 81. Voor 3 tot de macht 3 geldt dat je dit uit kan rekenen als 3 keer 3 keer 3. Dat is 27. 3 tot de macht 2, ook wel 3 in het kwadraat, is 9. En 3 tot de macht 1 is 3. Als je dit rijtje af zou maken, krijg je bij 3 tot de macht 0 1. En dat is goed om te onthouden. Een getal tot de macht 0 is altijd gelijk aan 1. De standaardformule die bij een exponentiële groei hoort is h is b keer g tot de macht t. Hier kun je voor b de beginhoeveelheid invullen, dus hoeveel heb je om mee te beginnen. Voor g kun je de groeifactor invullen en t is de tijd. Als je voor de tijd 0 neemt, is er dus geen tijd voorbij gegaan, dan is de groeifactor 1, want een getal tot de macht 0 is altijd 1. En dat is fijn, want dan blijft de beginhoeveelheid gelijk bij tijd is 0. We kunnen hetzelfde voorbeeld gebruiken als uit de video over exponentiële groei. Een spaarrekening waar je 500 euro op zet tegen 2% rente. We kunnen nu de standaardformule gaan invullen. De beginhoeveelheid is 500. De groeifactor is 1 en 200ste. De formule bij deze situatie is dus h is 500 keer 1 200ste tot de macht t. Je kan nu makkelijk uitrekenen hoeveel geld er na 10 jaar op deze rekening staat. Simpelweg het getal 10 op de plek van de t invullen en uitrekenen. Dit geeft je 609,50 euro. Hetzelfde kan voor 20 jaar, dan vul je op de plek van de t het getal 20 in en krijg je 742,97 euro. Voor de groeifactor in een exponentieel verband zijn 3 mogelijkheden. Als de groeifactor precies 1 is, dan is de grafiek constant. Als je iedere keer maar weer keer 1 blijft doen, dan verandert er natuurlijk helemaal niks. Als g groter is dan 1, dan is de grafiek stijgend en neemt het dus toe. Als g kleiner is dan 1, dan is de grafiek dalend en neemt hem af. Let op dat de groeifactor altijd een positief getal is en nooit kleiner dan 0 kan zijn. De standaardformule h is b keer g tot de macht t is handig om uit je hoofd te leren. Deze kan je dan gebruiken om bij een verhaal of een tabel snel de exponentiële formule uit te schrijven en deze te gebruiken bij al je berekeningen. Dan zijn we er alweer. Exponentiële formules bij exponentiële groei. Als je de standaardformule eenmaal weet, is het makkelijk in te vullen. Ik zeg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je meer wiskunde met ons blijft oefenen en graag tot de volgende keer.